België is geen democratie. Nederland zou kunnen Wilders aan de macht komen. Ik denk dat het eigenlijk zou moeten, gezien de uitslag. Maar in Vlaanderen heb je een democratie, maar in Wallonië heb je er ook eentje die er wordt bijgeteld. Die zijn allemaal links. 80% stemt daar links, uiterst links. Die gaan met Vlaams Belang nog niet in één kamer zitten. Laat staan dat ze ermee gaan onderhandelen. Dat betekent, als je Vivaldi 2 wil maken, dat er een massief aantal zetels in het zuiden is dat dat wil. En die hoopt dat het Vlaams Belang zal scoren, want die mogen toch niet meedoen, daar gaan ze nooit iets mee doen. De voorzitter van Groen heeft in deze studio gezegd, ja, zelfs al verliezen we, zitten nauwelijks nog boven de kiesdrempel, we gaan toch terug meedoen. Dus je kan een Vivaldi 2 krijgen met 1/3 van de Vlaamse stemmen. Jullie vragen altijd aan mij, ga je iets met Vlaams Belang doen? Wat jullie nooit doen, is aan meneer Sammy Medi vragen en aan meneer Ongena, zijn jullie eigenlijk bereid om 1/3 van de Vlaamse stemmen terug een Belgische Vivaldi-regering te maken? Daar zeggen zij ook nooit nee op. Dat gaan we bij gelegenheid... Dat een veel relevantere vraag. Dat gaan we dan bij gelegenheid...